Als je het opneemt voor de naam van de Heer Jezus, dan komt er toch vaak vijandschap openbaar. We hebben dat net gezien. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Ook soms vijandschap in zogenaamd kerkelijk rechtzinnige kringen, waar de godsdienst van het vlees regeert en men niet geleerd heeft om genoeg te hebben aan het kruis van de Heere Jezus Christus. Ongekend fel kan opeens die vijandschap toeslaan. Net als hier bij de Joden. Een jaar geleden toen dominee Gert van der Brink een lezing hield voor de jeugd. En ook, nou u weet dat wel. En als u er geen verstand van hebt, dan geeft dat ook niet. Maar die stelde wat dingen aan de kaak. Van hé, hey, klopt dat wel en klopt dat wel? Zitten er ook niet veel dwalingen in ons kerkelijk leven? Nou, dan krijg je wat over je heen. Vraag het maar. Maar lees maar wel ook de boekjes die hij daarover schrijft. Er komt weer een nieuw boekje uit. Want daar kun je toch veel uit leren. Ze kunnen niet tegen Paulus op in Damascus. Als hij de schriften openslaat en bewijst dat Jezus de Messias moet zijn, letterlijk betekent dat woordje, hij overtuigde ze. Dat betekent, ze hebben geen weerwoord. Ze staan confuus, beschaamd. Ze raken in verwarring door de bewijskracht van Paulus. En dat ze met hun woorden, nu ze het met hun woorden niet af kunnen, willen ze eigenlijk geweld gebruiken. Zo is het bij de Heer Jezus ook gegaan. Hè? Uit pure vijandschap, omdat ze voelen dat Paulus eigenlijk gelijk heeft. Maar dan gaat hun positie eraan. En tegelijk kunnen we achter deze samenzwering natuurlijk een poging zien van de duivel om Gods plan in Paulus' leven in de kiem te smoren. Aan de Korintiërs schrijft Paulus later dat de stadhouder van de koning Aretas de Joden op de hand was en de poorten van Damascus liet sluiten, zodat Paulus niet meer weg kon en ze hem konden vangen en doden.